Ik sta hier bij iemand die vandaag gaat spelen voor Servus. En mag ik weten wat jij gaat spelen vandaag? Ik ben opperheks. Opperheks? En wat houdt dat in, opperheks? Dat is een heks die... Ja, die heeft een plan voor alle andere heksen. Emmy, en wat ga jij vanmiddag spelen? Ook een heks. Een heks? En ben jij een lieve heks of een gemene? Allebei. Ik sta hier bij Ineke Blom. En Ineke Blom is een van de mensen die ervoor zorgt dat hier vanmiddag een voorstelling wordt gegeven. Wat is je rol in dit geheel? Ik ben de algemeen leidster van Servus Junior. Dus ik probeer te zorgen dat iedereen zijn dingen doet die gedaan moeten worden. En dat alles klaar staat om vanmiddag een voorstelling te gaan draaien. Kinderen zijn dol enthousiast, willen heel graag het toneel op. We zijn er helemaal klaar voor. Want het is voor hun de eerste keer dat ze voor het publiek staan, hè? Ja, dat is echt... We gaan geschiedenis schrijven nu met Servus Junior. Want als we nu de voorstelling gehad hebben, dan bestaan we echt. Om hoeveel kinderen draait het vanmiddag? Hoeveel kinderen zijn er bij Servus Junior? Op dit moment zijn er 18 kinderen bij Servus en bij Servus Junior. Van 6 tot en met 12 jaar. Kunnen daar misschien nog kinderen bij? Ja, er kunnen nog een heleboel kinderen bij. En we hebben ook alweer aanvragen, dus na de vakantie komen er ook nog weer kinderen bij. En hopen dat de kinderen blijven, dat ze niet er vanaf gaan, maar ze zijn enthousiast. Dus, maar we gaan ook met 2 groepen werken volgend, na de zomervakantie. Ja. Want als ze 1 keer besmet zijn met het virus, dan denk ik dat ze blijven. Voor het merendeel van de kinderen geldt dat zeker, ja. Als ze maar op kunnen treden en kunnen zingen, want zingen dat vinden ze geweldig.